Mijn naam is Ralf Monen. Ik ben technisch directeur bij Madison Gurka. Dus wij zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is in het testen van beveiliging van systemen. Dus ik heb net een presentatie gehouden over de beveiliging van SCADA en Industrial Control Systems, die natuurlijk heel veel in gebruik zijn binnen de watersector om allerlei dingen te controleren en te besturen. En ja, die dingen zijn natuurlijk kwetsbaar voor aanvallen van hackers en ook van buitenlandse mogendheden. En het is in ons nationale belang natuurlijk om daar, ja, die mensen buiten de deur te houden. Ja. Dus mijn presentatie ging daar ook over, maar ook over specifiek, ja, wat kunnen wij dan doen daaraan? Welke beveiligingsmaatregelen moeten er worden getroffen? Ja. En vooral ook, ja, hoe kun je dat dan daarna testen? Ja. Dus waar hebben wij een aantal, als bedrijf hebben we daar een aantal diensten voor, om te kijken of dat veilig genoeg is. Hè? Ja. Een van die diensten is bijvoorbeeld dan wat we noemen een penetratietest. Ja. Dat is dus, dan doen wij alsof we hackers zijn en proberen we binnen te komen. Maar dat is alleen maar op het, zeg maar, het netwerk en computersysteem. Maar je kunt ook denken aan meer de fysieke kant van de beveiliging. Want als je iets wilt aanvallen als buitenlandse mogendheid of buitenlandse inlichtingendienst of als hacker of als crimineel, cybercrimineel, ja, dan moet je wel eerst bij die systemen kunnen komen. En als die fysiek zijn afgeschermd, dan gaat het dus ook om fysieke beveiliging. En daarnaast heb ik het nog gehad over een stuk awareness en zorgen dat mensen zich heel bewust zijn dat eigenlijk de mensen de zwakste schakel zijn hierin. Want je kan alles wel dicht timmeren op technisch gebied, maar ja, als mensen dan allerlei onbeveiligde USB-stickjes of dingen van internet gaan downloaden, dat soort dingen, ja, dan kun je alsnog problemen krijgen met de beveiliging natuurlijk. Ik kan gewoon laten zien wat de gevolgen zijn als je dus een niet goed beveiligde USB-stick in een computer duwt. Ja, ik kan. Hoe laten jullie dat zien? Ga je dan ook? Ja, zeker. Ik heb devices, die kan ik laten zien. Dan steek je hem in een computer en dan zie je dat die computer overgenomen wordt. Okay. Ja, en er zijn ook op internet zijn heel veel systemen te vinden. Ik liet net in mijn presentatie bijvoorbeeld ook een voorbeeld zien van een systeem dat kennelijk een schoolgebouw kon aan- en uitzetten. Dus de airco, de verlichting, de luchtverversing en dat soort dingen. Nou ja, ik kreeg wel redelijk wat vragen daarover. Ook wel veel grinniken en lachen van haha, wat hebben die het slecht voor elkaar. Ja. Waarschijnlijk denken ze dat ze het zelf beter voor elkaar hebben. Maar ja, dat weet je pas als je het echt gaat laten testen. Ja. Als we volgend jaar weer komen, of ik weet niet of het volgend jaar weer is. Maar als we volgende keer weer komen, dan gaan we wat meer interactiefs op de stand doen. Ja. Want ik denk dat veel meer mensen naar ons toe zal trekken. Oké, nou duidelijk. Dankjewel. Oké, graag gedaan.